2-3 jaar geleden was het zo dat we geen eigenaar hadden voor het primair proces. Al die wijzigingen in dat proces werden ad hoc opgelost. Dat overkwam ons vaak. Dus ik startte bijvoorbeeld met een project omdat ik dacht van, oh ja, dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om te introduceren dat we risicoscans moeten doen bij de klanten. Maar dan had ik geen groep meegenomen, dus er was geen draagvlak, er was geen draagkracht. Maar er zat ook geen structuur in, waardoor ik dus ook geen echte doel ging bereiken. En daarin heb ik toen ook de hulp van P5.com gevraagd om te kijken van hoe zouden we nou kunnen inrichten dat je eigenlijk een gedragen plan krijgt ieder jaar waar iedereen zich verantwoordelijk voor voelt en ook iedereen weet wat hij moet doen, wat zijn rol daarin is. Ja, en dat je ook kunt monitoren of we de goede kant op gaan en of we eventueel moeten bijsturen tussentijds. Samen met P5.com hebben wij gekeken naar de combinatie tussen verschillende projectmethodieken met Lean. En daar is uiteindelijk een projectmethodiek uitgerold die we samen gemaakt hebben. Nu zie je dat we veel gestructureerder een aanpak hebben hoe we de projecten aanvliegen. En dat ze regelmatig terug in beslismomenten op de MT-tafel komen. En dan zie je dat je ook veel beter meet en ook echt weet of iets zin heeft om door te zetten en wat dan ook het effect gaat zijn. Ik denk het verschil ten opzichte van eerst is dat medewerkers veel meer betrekken in wat we doen. Dus zij hebben veel meer de ruimte om zelf mee te kunnen denken in hun eigen werkprocessen. Ik denk dat we dat wel van P5.com hebben meegekregen, dat je een duidelijke lijn moet hebben, dat je transparant moet zijn, maar ook vooral dat je het makkelijk maakt voor iedereen om te begrijpen, het al plannen wat ik over 3 weken wil gaan doen, dat er wel voor heeft gezorgd dat de projecten die ik nu doe, dat die ook daadwerkelijk representatief zijn en ook echt behaald worden. En we zien ook dat doordat we aan de voorkant heel veel hebben gedaan, dan is vooraf heel goed nagedacht over die implementatie en het effect. En is de borging van het eindproduct ook heel goed, omdat handvoorwaardelijk alles overwogen is. Op het moment dat wij een vergadering hebben of er is iets of we willen iets uitleggen, gaan we dat nu ook altijd heel groot aanpakken met zo'n hele brown paper en dan gaan we op tekenen en post-its op plakken. Dus dat zijn wel tools om het inzichtelijk te krijgen wat we echt van hun geleerd hebben. Dat ze ook beter daardoor de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen praktijk. Van goh, dat is waarom ik het doe. En daar dus ook meer zich comfortabel bij voelen. Het grootste verschil ten opzichte van voorheen is dat we voorheen branden blusten. En nu voorkomen we dat er een brand ontstaat. P5.com wordt toch in zo'n project een beetje onderdeel van het team. Op het moment dat zij binnenkomen ben je nog even zoekende naar een relatie met elkaar. Maar al heel snel merk je gewoon dat je sparringspartners wordt en daarmee ook collega's eigenlijk. Je zoekt samen dingen uit, je gaat samen aan de slag en zij hebben daar een hele mooie adviserende rol in. Dus daar waar ik eerst dacht, jeetje mina, ze zijn een hele organisatie overhopend halen, kan ik nu alleen maar zeggen, nou gelukkig dat ze dat gedaan hebben. Want daardoor heb ik nu ook structuur en slagen mijn projecten.